dan in de sprint weer een valpartij. Kijk eens daar, zeg. Zo gaat het bij wielerwedstrijden vaak. Steile afdalingen, scherpe bochten, slechte wegen en renners die niet veel meer aan hebben dan een kort broekje en een shirt zonder mouwen. En een helm. Maar dat is vaak de enige bescherming. En het gaat hard. Soms wel boven de 80 km per uur. 2 weken geleden nog gebeurde er een vreselijk ongeluk met de Zwitser Gino Meder. Tijdens een afdaling ging het mis en viel hij een stuk naar beneden. Gino Meder overleed. De afgelopen 20 jaar kwamen in professionele wielerwedstrijden zeker 8 mensen om het leven. En daarom dus het nieuwe plan, waar al jaren aan gewerkt wordt. Ze vonden dat er echt iets moest gebeuren. Nou, niet schrikken, dit heftige ongeluk met de Nederlander Fabio Jakobsen, met wie het nu gelukkig weer goed gaat. Ik hoop van harte dat dat gaat werken. En daar heb ik overigens wel echt alle vertrouwen in als ik zie wat de eerste uitkomsten van de besprekingen zijn. Ja. Het nieuwe plan heeft 2 belangrijke punten. Er zal voortaan beter onderzoek gedaan worden naar gevaarlijke routes. Door bijvoorbeeld te kijken naar plekken waar het eerder misging of bijna misging. Zo kan het parcours van een nieuwe wedstrijd op tijd worden aangepast en veiliger worden gemaakt. Iets anders is dat er tijdens de wedstrijden beter wordt gekeken naar overtredingen. Dat wielrenners elkaar duwen bijvoorbeeld. Er komt, net als bij voetbal, een videoscheidsrechter die daarop gaat letten. Die wielrenners kunnen dan sneller straf krijgen en een hogere straf dan nu. Wielrenners mogen dan bijvoorbeeld niet meer meedoen aan een wedstrijd. Nu komen ze er vaak vanaf met een geldboete. Het gaat om de wielrenners, maar ook om alle auto's en motoren die meerijden tijdens een wedstrijd. Daar gaat het namelijk ook nog wel eens mis. Meuris zag hem op kop rijden en de motorfietsen zijn ook onderuit gegaan. Het zal niet zo zijn dat er met dit nieuwe plan nooit meer ongelukken gebeuren. Af en toe gebeurt er helaas een ongeval waar misschien niet iedereen iets aan kan doen. Maar de sporters, de wielerploegen en de fans hopen natuurlijk wel dat het er heel wat minder worden.